Dat is misschien dan een les voor onze amateurluisteraars: dat je ook het schema moet durven loslaten. Ja, als je mensen hebt die echt gewoon taakgericht zijn en die willen ook die taak altijd volbrengen, die hebben een groter risico bij het volgen van een schema van internet dat ze zichzelf in de vernieling of ja, weet je, in de overtraining duwen. Omdat ze gewoon altijd denken: ja, weet je, dit schema staat er en ik moet dat uitvoeren. Punt. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast, jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop, over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over. Overtraining. Hoe kun je het voorkomen? No pain, no gain is het welbekende motto van alle sporters. Goed trainen is essentieel om vooruit te komen, maar voldoende herstel is hierbij ook van belang. Wanneer train je eigenlijk te hard? En hoe kom je hier zo snel mogelijk achter? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze. De podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen! Ja, goedemorgen. goedemorgen. Het is weer vrijdag, tijd voor een nieuwe aflevering. Ja. Uh, overtraining Overtraining, ja, over, over, over ja heel veel overs Een heel breed en groot ja. onderwerp Gaan we niet helemaal coveren nu Maar we willen eens even beginnen met het onderwerp uh, Aan te snijden Misschien komen we er nog wel vaker op terug Antwoord te geven op de vraag, wat is overtraining eigenlijk Wat gebeurt er dan in je lichaam Hoe kun je het opsporen En het uh, belangrijkste natuurlijk, hoe kun je het uh, voorkomen En uh, ja, wat ik zeg, Guido heeft daar zelf ook artikelen over uh, gepubliceerd mm -hmm. Er is wetenschap over Dus we gaan zo snel zoomen met lang. Ja. Zoemen met Vroemen. Toch even met het begin beginnen. Ben jij wel eens uh, overtraind geweest? Uh, nou, ik moest even... Uh, niet dat ik het weet. Maar dat komt ook omdat ik al die fancy appjes die jij wel gebruikt... <laughs> uh, niet gebruik. Dus ik krijg niet die signalen die jij... waar jij uh, laatst mee op de proppen kwam. Dan zei je... Hé, hey, ik heb vanochtend... Uh, kreeg ik uh, uh, op mijn app uh, te horen van... Ja, ik moet uitkijken. Ja, mijn, mijn, Garmin. Veel, ja. Ja. mijn Garmin staat in het donkerrood... Ja. Over trainen. En dan uh, geeft hij een melding. Ja, ik zal, ik zal het ook maar gewoon gelijk voorlezen. En dan gaan we gauw even beginnen bij de basis. Ja. Daar ook van Wat is het. Maar op dit moment zegt mijn uh, niet-gesponsorde Garmin tegen mij: trainingstatus te intensief. Ja. En als ik daarop klik, dan zegt hij. Uw trainingsbelasting is zeer hoog en werkt nu averechts. Uw lichaam heeft rust nodig. Gun u zelf de tijd om te herstellen door lichtere trainingen toe te voegen aan uw schema. Ja. Kan ik zelfs iets doorklikken en dan zegt hij: op basis van uw huidige fitnessniveau en recente trainingsgewoonte uh, is, het, uh, is het te hoog. En dat herken ik wel, als ik naar het lijntje kijk, dan zie je ook ineens een enorme sprong. Want ja, ja. de lente is begonnen. Maar het is de zomertijd. Ik ben lekker weer ja. drie, vier, vijf keer in de week aan het sporten. En dit is het lijntje van de totale uh, minuten activiteit. Ja, 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 ja dat meet hij. Ja. Ja. En niet zozeer hartslag of zo. Hè? Ja, Neem okay, dan ik dan weet mee. niet zo hoe sophisticated die nee, is, je of hij er allemaal naar kijkt. Ja. Voor mij kijkt hij misschien ook wel naar hartslagvariabiliteit. Tijd, dat hij daar ook weet. een ja. ziet. Maar laten we maar eens beginnen. Ja, met de basis. nee, ik, ik Over denk training. Uh, ja. Wat is dat? Nou ja, je hebt natuurlijk, volgens mij, iedereen die iets van training uh, leest, een boek openslaat. Uh, hoor je altijd: oké, okay, waarom train je? En dat is om het lichaam een bepaalde stimulus aan te bieden. Nou, het lichaam raakt dan, uh, gaat daarop reageren. Uh, met de bedoeling uh, dat als je de vorige keer die stimulus, die prikkel aanbiedt, dat die, uh, daar het lichaam daar beter mee om kan gaan. Ja. Daar dat doe je het hè. Dus ja. jij wil beter worden, jij wil harder, sneller, sterker worden. Nou, dat, dat is de enige manier om het lichaam in die situatie te brengen. En dan komt er van alles op gang. Nou, We hebben het natuurlijk over het uh, aanmaak van eiwitten gehad, we hebben het over de aansturing gehad. Lange termijn praat je over aanpassingen van het hart. Het hart gaat meer volume, meer bloedvolume per slag uitpompen. Precies. Je krijgt een sporthart. Nou ja, alles wordt beter. Dat zijn al die nou, aanpassingen. je krijgt een sporthart dan misschien ja. dat niet. Dat is een extreme. Maar ja. Dus dat is eigenlijk zoiets van: dus je hebt aan de ene kant een stimulus nodig die sterk genoeg is. Die in het lichaam even ja, in ieder geval zorgt dat daar en iets aan Je gebruikt het woord nu Prikkel. toch vier keer, maar dat is, dat is wat ik trainen noemen. Ja. Ja. Je gaat een stuk hardlopen of fietsen ja. of judo ja. of of wat je ook maar doet. Doet wat met dat lichaam de waardoor inspanning. het gaat reageren. Want ja. als jij te weinig doet, dan reageert het lichaam daar te weinig op en dan ja. heeft het geen Je ja. moet een voldoende over prikkel had, hebben. in de aflevering over wat doe je nou in de rustige ja. of inactieve periode? Grijs trainen? Dan, dan gebeurt er niks. Je bent wel aan het bewegen. Ja. Maar je wordt er niet sterker, sneller, verder van. Maar het andere zit hem erin als jij nou die prikkel hebt toegediend en dan, uh, ja, dan Zit er zit daar natuurlijk een bepaalde tijd van herstel tussen. Hè? Dat lichaam moet aan de gang om de volgende keer sterker te zijn. Ja. Hoe lang moet die periode zijn? Mensen zeggen ja, als je te lang wacht met die volgende keer, ja, dan is het lichaam het alweer vergeten, zeg maar. En is weer terug naar af. Ja. Dus daar zit gewoon een delicate balans tussen. aan de ene kant de sterkte van de prikkel, en daarbij uh, ja, het herstel en met name de duur van het herstel. Ik kan me opeens herinneren, onze aflevering 2, ruim ja. een jaar geleden, gingen we heel diep in op herstel. Toen zag ik in de reacties een aantal uh, puristen, taalpuristen, die zeiden ja. let op, er zijn twee dingen aan de hand: er is herstel. Namelijk en, dat je na je training weer in beweging komt. En er is adaptatie. adaptatie waar we ja. het net over hebben. Ja. Dus dat het lichaam sterker ja. wordt. Ja, dat klopt. Die twee dingen lijken, die komen vaak uh, do, uh, lopen door elkaar heen. En bovendien is adaptatie. Is ook, ja, waar ga je op letten? Er gebeurt, ik heb volgens mij wel eens. Uh, een, ik las laatst een studie: ze kunnen tegenwoordig heel makkelijk, natuurlijk, op, uh, op RNA-niveau niveau, of op eiwitniveau tegenwoordig uh, gewoon kijken van wat doet één keer. Inspannen, 15 minuten op een loopband, wat doet dat met het lichaam? Mm -hmm. Nou, dan nemen ze gewoon een druppel bloed en gaan ze eens kijken wat is veranderd aan, nou, binnen binnen een aantal eiwitten of binnen RNA, dus uh, spiegels. Ja, dan gaat het om honderden dingen die omhoog of omlaag gaan en die doen het allemaal met verschillende uh, tijdspannen. Ja. Dus als jij gaat om het aanmaken van energiefabriekjes, dat duurt weer net even. Anders, langer of korter dan voor die eiwitten of voor alle biochemische enzymen. Ja. Dus dat is het ook weer als je praat over ja, eh, hoe lang is dat herstel of die adaptatiefase. Ja, het ligt er maar aan wat wil je uiteindelijk. Hè? Gaat het puur om spierkracht of gaat het jou om uithoudingsvermogen? Nou, sportharten gaan een stuk langzamer. Hè? Daar heb je wel jaren voor nodig. Ja. Dus, daar zit ook, dus het heeft ergens wel iets abstracts steeds. Als je gewoon die, 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 die basis van de trainingsleer leest, denk je... ja, oké, okay, zo op papier klinkt het logisch. Ja. Maar de praktijk is alweer barstiger. En dan komt het, het stukje van, nou, je hebt ondertraining. Dat is eigenlijk van, je biedt te weinig prikkels aan... en of zin. je stil te lang. Ja. Maar overtraining is dan dat je eigenlijk ten opzichte van je... ja, je herstelfase of je adaptatiefase snel weer een nieuwe prikkel aanbiedt of een te grote prikkel ja daar zitten best wel wat knoppen aan waar je aan kan draaien ja. en waarbij uiteindelijk natuurlijk geconstateerd is al mensen bij wie die die de balans of de een disbalans is ontstaan te veel trainen of te hard trainen of te snel op elkaar te weinig tijd voor herstel daarin ja dan, dan heb je niet meer die meerwaarde van training dat je een na verloop van tijd beter wordt, maar dat Alleen je juist slechter wordt. Ja. En daar kom je op het punt van overtraining. Dus je kan eigenlijk, ja, we hebben het erover, je wil beter worden, beter worden. Dan ga je een bepaalde trainingsfase van een x aantal weken in. En dan hoop je na die, nou, in die zestal weken is het vaker, je hebt van die cycli die je dan volgt, dat je dan ook echt beter wordt. Ja, nou, dan kan het zijn dat je zegt na nou, die zes weken, hmm, ik ben niks opgeschoten. Ja, dat is vervelend. En dan heb je niet helemaal goed getraind, kan het ook zijn dat je minder bent geworden? En dan kom je op het punt uit te zeggen. hé, hey, hier gaat de verkeerde kant op. Omdat je dan ook de neiging hebt van hè. Nog harder trainen. Ja. Ik heb, want je eerste aanname is dan natuurlijk, ik heb niet genoeg gedaan. Ja. Ik zie jou nu ook, en uh, misschien kijkers op YouTube zien jou ook uh, met je hand heel veel doen. Ja. Ik moet denken aan een <laughs> afbeelding uit het boek van Stans van der Poel en Koen de Jong: Sport okay. Rusten. Kijken mm -hmm. dit ook uit. Hè? Op een verticale as zeg je je prestatieniveau. Ja. Wat doet een training? Horizontale as tijd. Je gaat diepte in, hè? dus je put uit je de prikkel en dan gaat het lichaam herstellen. En dan als je het goed doet, kom je steeds iets hoger ja. terug. Kijk, ik ideale, maak mijn vinger precies. ronde boogjes. Ja. Die langzaam omhoog gaan. En bij overtraining, want zij, dat is ook waarom zij sportrusten aanbevelen, zeggen veel klassieke marathonschema's zijn voor amateurs te inspannend. Kortom, die trainingsprikkel ja. is relatief te groot. Er is te weinig tijd voor herstel, dus je lijntje zit nog onder nul en je brengt weer een prikkel en je gaat weer omlaag en, ja. en gaat weer omlaag. En als je zo doorgaat, dan ga je uiteindelijk dus ja. jezelf naar beneden ja. brengen. Je komt het overal tegen, dit soort. En het is, maar het is wel heel schematisch, vind ik zelf. Ja. En, en ja, abstract ergens. Want ja. Eh afhankelijk nogal van... ja waar wil je naartoe? Ook van persoonsafhankelijk. Hoe getraind is iemand? Ja, wat is je basisniveau? Ja, ja. En dat, dat maakt het... Uh, nou ja, dan hebben ze... Nou ja, die Precies, idee... want dat is waarschijnlijk... wat er gebeurt in mijn Garmin... wat we ja. net aanhalen. Ik train nu... zoals ik de afgelopen <laughs> twee jaar heb getraind... maar een paar ja. weken geleden vertelde ik heb al... heb je weinig het gedaan. Het afgelopen van, jaar ja. heb ik vrij weinig gedaan... Ja. Uh, dus die Garmin zegt, op basis van die data, dit matcht niet. Misschien heeft de Garmin gelijk, misschien ja. ik weet ik niet. Maar in mijn hoofd denk ik, moet toch makkelijk kunnen dit ja. wat ik nu doe? Ja, dus volgens mij komen dan die begrippen als acute training load en ja. uh, chronic training load. Dus er wordt altijd zoiets gezegd van, je mag nooit uh, uitkijken met, met grote sprongen in je trainings uh, hoeveelheid ja, belasting. 10% volume per week ja, maximaal. 10, 20. Hè? En ja, daarboven ja. is namelijk risico op blessures uh, verhoogd uiteindelijk misschien overtraining, ja dan kom je eigenlijk terug op het, uh, de aflevering die we met Steven van der Zwaard hebben gedaan dat je op, de, op die manier ook er, ja eigenlijk al kan opsporen wanneer een risico dreigt. dreigt te gaan. Ja. Je wil maar zeggen als ik deze signalen van de Garmin niet serieus zou nemen. Zou ik zomaar eens over een paar weken met een bezoek. Ja, maar aan de andere zitten. kant zit in jouw achterhoofd. Ja, ik kan het wel verklaren waarom je dit geeft. Dus ja. jouw gevoel of je ja, uh, hier uh, de algoritmes. Ja. Dus jou, jouw hele kennis van jezelf en van jouw verleden maakt dat je denkt: Nou, ik, uh, ik ga niet meteen wat minder doen. Nee, maar daar zit denk ik, uh, ja, er uh, zit iets in van het. Uh, het uh, het, theoretisch, het is een theoretisch kader waarin gewerkt wordt... waarbij bepaalde overtraining is dan eigenlijk het extreme voorbeeld... waarbij je echt verkeerde kant op gaat... met dan de neiging van dat je zegt ik ben slechter geworden... en eh, ik wil nog meer trainen. En dan kan je zelf behoorlijk in de put werken. En nou ja, zoiets kan uiteindelijk misschien een jaar... Kunnen mensen echt nou ja, overtraind zijn? Dat is echt een heel serieus probleem. Eigenlijk een beetje, net zoals wellicht in het werkleven, burn out ja. He, Dat gaat heel lang goed. Je gaat heel lang dieper, ja. dieper, dieper. Tot het elastiekje knapt. Klopt. En dan duurt het heel lang ja. voordat je ervan herstelt. En, en ja, wat zijn dan de verschijnselen? Hè? Men uh, nou ja, los van de prestatie, je hebt geen energie meer. Uh, ja, soms verlies je gewicht. Je hormonen zijn van slag. Ja dan kom je uiteindelijk op dat niveau van daar gaan we het denk ik nu niet echt over hebben dat uh, red ass. Hè, de relative uh, energy deficiency syndroom. Yeah. Wat vroeger, met name bij vrouwelijke atleten werd benoemd. Volgens mij is het de female athlete triad. Waarbij, nou ja, je hebt uh, lage energie inname of behoefte. Dus een beetje, ja, je neemt te weinig in. Ja. Negatieve balans, uh, botontkalking en menstruatieproblemen. Ja, je stopt nou, met menstrueren. Ja, en dat is eigenlijk wat ze nu ook bij mannen gewoon ook gevonden wordt, die eigenlijk... Ja, nou, die zullen niet stoppen met menstrueren. Nee, <laughs> nee, nee, maar maar die andere nee, twee uh, problemen. Ja, dat, ja. En dat komt allemaal samen met een, een langdurige negatieve energiebalans. Exact, dus dat exact. geeft ook al aan, dus wat kan een oorzaak zijn... Ja, dat je toch te snel afvalt en te weinig bijeet. Ja. En misschien dat jij sporten ook gebruikt om juist af te vallen en dat te snel wil doen. Ja, en we hebben het eerder gehad in de aflevering. Moet je, moet niet je sporten afvallen? Ja, ja, een beetje. Maar uh, dat is niet de slag. Maar dit is dus een lang, dit is het echte overtrained zijn. Nou, ja. daar wil je niet in, in terechtkomen. Uh, dus toen jij mij vroeg, heb je dit wel eens gehad? Dat absoluut niet. Dus, maar er zitten fases daarvoor. En dan praat ze over overreaching in een goed uh, Nederlands woord. Waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen functional overreaching en een non-functional overreaching. Zul je ook wel kennen, denk ik. Nee, dat zijn nieuwe termen. Gewoon. Overreaching is eigenlijk de beginfase. Het kan zo na ja, soms na een week al optreden. Als je puur kijkt, je gaat een week intensief, echt hard, keihard trainen. En een gaat trainingskamp na, of zo. Ja, en je ja. gaat na die week kijken naar een maximale test. Zuurstofopname, maximaal uh, vermogen wat je trapt. En dan is dat allemaal lager geworden. En dan denk je, ja, ik ben een beetje uh, overtraind hier. Yeah. Nou, dan zeggen ze oké, okay, maar als jij dan je rust gaat nemen, yeah. dan zul je toch zien dat na een week later je toch beter bent geworden vanaf het begin. Precies. Dus dat is dat functioneel overreaching. Het is niet erg om even een week. Echter even doorheen te zitten en minder vooruit te gaan. Als je dan maar Als je voldoende rust. Ja. Je kan ook non-functional overreaching. En dan ga je na die week keihard trainen. Of twee, drie weken vaak. Zeggen, nou en nu neem ik die week rust. En verdomme, na die week. Ja, dan ga je het vergelijken met toen je vier weken eerder begon. en denk je, ja, ben eigenlijk niks opgeschoten. Dan heb je zelf wel behoorlijk in het zweet gewerkt. En behoorlijk over de kling gejaagd. Maar het heeft geen meer opbrengst gebracht eigenlijk. Ja. Waar nou dat precies, dat verschil zit, onderscheid wanneer is het functional, non-functional? Ja, daar zijn tig van studies over geweest. En met allerlei markers uit het bloed, uh, hartslag is een hele goede, wordt naar gekeken. Uh, vaak je hebt uh, een verhoogde hartslag in rust en een uh, minder respons bij exercise die uh, hartslagvariabiliteit hebben we het over gehad wel eens een keer een disbalans tussen je parasympathicus en sympathicus waarbij je parasympathicus drukt op de rem voor je hart rustig aan sympathicus zegt van uh, fight flight fright dus men is op alle mogelijke manieren aan het kijken hoe kan ik met een simpele maat aangeven of ik nou ja, overreach bent en dan wel functioneel of non-functioneel. En ja, als voorbode van dat ik niet overtraind raak. En toch even functioneel wordt het dan alleen bepaald... door of de, die overreaching trainingseffect heeft gehad? Is dat de ja, parameter dat of het is functioneel is of wel, niet? Ja, ja. 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 Okay. want ja. daar doe je het voor. Daarvoor train je, daarvoor ga je op trainingskamp... of daarvoor ga je zo'n uh, cyclus in. Exact. Alleen je kunt niet elke week eigenlijk weer die maximaal gaan testen. Ja, ik ga ik al vooruit? Ga ik al vooruit? En dat maakt het dus soms een beetje spannend. Van Dan ga jij een bepaald traject in. Keihard trainen. En dan die zes weken later ben je niks opgeschoten. Ja, dat is al best wel frustrerend. En dan ben je misschien wel te diep gegaan. Of te weinig ja. tussendoor hersteld. He? Dus dat zit hem weer die in die, die balans inderdaad. Van ja. prikkel, herstel. Nou ja, en nogmaals. Nou, ik zet hem wel in de show notes. Wat ik toch consistent tegenkom. En wat de review ook laat zien. Je hebt gewoon alle studies die hier gedaan zijn. Waarbij ze gekeken hebben naar. Hoe kan ik nou was er nou een marker eigenlijk voor opsporen van dat nou, uh, overreaching, of het er wel of niet is, functioneel, niet functioneel overtraining? Uiteindelijk ja, het beste uh, voorspeller en dat pleit dan wel weer voor uh, wat, wat wat Steven van der Zwaard aan het doen is, is toch een bepaald uh, ja het subjectieve gevoel, waarbij nou ja, je hebt er meerdere, de stemming uh, weer uh, goed kijken naar je stemming, goed kijken naar je ervaren mate van inspanning. Uh, readiness to train, readiness right, to train, it? ja. Yeah, yeah. Dus ergens is het misschien ook wel. Simpel van ja, hoe voel je het aan? Je voelt vermoeid, je slaapt slecht, je gaat niet vooruit, je hebt ja. geen zin om te trainen. Maar De truc Daar, dat is dat natuurlijk allemaal, ook: uh... geen zin is ook in je comfortzone blijven. Ja. En je moet natuurlijk ook uit je comfortzone. Volgens mij, ik zei het in het begin van deze aflevering al: veel uh, Guido Vroemen heeft hier veel aan toe te voegen. Laat Zullen we hem maar... gewoon eens wat eerder bijhalen? We gaan even ja, zoomen leuk. met Vroemen. Oké. Okay. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen. Hey, hey goedemorgen. Welkom, welkom. We hebben het over een onderwerp wat jou volgens mij ook nauw aan het hart gaat. Want even googelen, vond ik ook van jou een artikel op het interwebs over, uh, over training. Uh, net van Jurgen al een beetje gehoord uh, wat het is en uh, wat het kan zijn. Of in ieder geval hoe, hoe het tot stand komt. Ik ben wel even benieuwd. Uh, hou jij, let jij er goed op bij je atleten en zo ja, waar, waar kijk jij naar? Ja, uh, absoluut. Dat is voor mij eigenlijk een heel belangrijk criterium: dat ik ze daar in ieder geval van weg hou. Um, het is altijd uh, natuurlijk een, een, een dun lijntje. Want als je ze te ver ervan weg houdt, worden ze natuurlijk niet beter. Dus je moet ze wel steeds um, prikkelen en, en over het lijntje, hè, over de grens duwen. Maar niet te lang. Dus ze moeten ook, ze moeten ook weer steeds voldoende herstellen. En um, nou, in alle jaren dat ik nu. Um, werk als trainer van, van, heer, van heel veel atleten... mag ik zeggen dat ik nog nooit iemand zo ver in het rood heb gejaagd... dat hij uh, echt gewoon eruit ging. Ja. Ja, ik wou zeggen, dat is natuurlijk de volgende vraag. Ken jij mensen met overtraining? <laughs> nou, in ieder geval gelukkig niet in jouw eigen atletenstal. Maar uh, um, Jan Vos is een uh, goed voorbeeld. Volgens mij is hij echt een jaar, misschien nog wel langer, echter uit geweest... door, uh, nou ja, burn-out slash overtraining. Want dan praten we echt over overtraining van... Langdurig maanden tot, tot jaren lang. niet in Kom. staat zijn om. Hè? en gewoon lichaam echt. uit ja. balans van slag. Ja. ja, maar eigenlijk. wat ik ze wat ik uit mijn eigen praktijk haal. en dat zijn dan mensen die in de praktijk komen. die eigenlijk niet meer weten hoe ze vooruit moeten komen. Eh, omdat ze deze klachten allemaal hebben. Eh, bijna nooit is de oorzaak dat ze. Alleen maar te hard hebben getraind. Hmm. Leg uit. Bijna, nou ja, wat is dan wel? Bijna altijd is de oorzaak de stress eromheen. Oftewel, de sociale stress die erbij komt kijken. die alle herstel. wat je nodig hebt. voor je fysieke training. die niet extreem heel veel hoger is geweest dan anders. maar die het herstel is door alle andere stress. op het werk, in de relatie. noem het allemaal maar op. is daardoor zo slecht geworden dat je eigenlijk van die fysieke stress van die normale training... niet meer herstelt en alleen maar slechter werd. Dus mensen volgen eigenlijk een, een trainingsschema... wat ze al vaker hebben gedaan. En in het verleden werden ze ja. daar beter van. Maar ja. op een gegeven moment niet meer. Waardoor ze gaan twijfelen, hey, doe ik nou te veel? En dat zit hem dan vooral in van... ja, misschien doe je, je te veel ten opzichte van uh, het herstel wat je neemt... omdat daar ineens een extra factoren bij gekomen zijn... Dat ja. klopt op die manier. Ja, ja, want eigenlijk proberen ze nog steeds dezelfde fysieke activiteiten te doen. Die trainingen zijn niet heel anders, misschien een beetje meer, maar dat hoeft nog niet eens. Maar geen rekening houdend met dat het slechter slaap, korter herstel, uh, dat soort zaken allemaal er is. Misschien ziek geweest en daardoor niet teruggegaan zijn in, in belasting, wat eigenlijk nodig was geweest. En dus tekortschieten en daardoor slechter worden. Maar dan heb je twee knoppen waar je aan kan draaien. Natuurlijk, de ene kant, de herstelkant. Of de, de, de extra stress daar wegnemen. Als dat lukt. Of inderdaad, aan de trainingskant. Uh, waar ga jij aan draaien dan? Ik draai aan alle knoppen tegelijk. Ja. <laughs> maar aan één knop draai ik altijd wat meer dan aan de andere. En eigenlijk is het voor mij van belang. Um, hoe de atleet zich voelt hè? tijdens een training, na een training, um, heeft hij zin om te trainen, um, voelt hij zich fit, uh, heeft hij um, eetlust, al die zaken die, die subjectief worden ingevuld. Als dat eigenlijk allemaal positief blijft, dan kan ik zeg maar aan de knop draaien van training plus 1 of plus 2. Eh, dan ga ik omhoog. En op een gegeven moment gaat, ja weet je, dan gaat het de andere kant op en dan, dan begint, nou ja, dan begint je een beetje te piepen en te kraken. En dan wordt het al, oh was allemaal zwaar en moeizaam en hartslag kwam niet omhoog. En pff, dan denk ik, oké, okay, dan gaan we dus niet meer aan die trainingsknop draaien, hè, misschien wel zelfs min 1 en herstel moet omhoog, hè, daar moet meer komen. En dan merk je in, nou ja, niet direct in de dag daarna, maar misschien twee of drie dagen daarna, als je daar snel op reageert, is het ook weer oké. Okay. Ja. Ik zit nog even, want we zitten al helemaal in hoe los je het op. Maar ik was nog even bij het begin, Guido. Hoe detecteer je? Je zegt er al iets van. Ik kijk heel veel naar die subjectieve, naar die kwalitatieve data eigenlijk. Daar hebben we laatst ook een aflevering over gemaakt. Uh, welke parameter is daar voor jou belangrijk? Of, of kijk je ook naar harde data? Ik hoorde net, Jurgen net iets zeggen over hartslagvariabiliteit. Wat, wat zijn voor jou de parameters die je in het oog houdt? Ja, nou ja, wat je al noemde, die. Hartslag, rustpuls, heart rate variability, dat zijn wel harde data. Maar daar neem ik eigenlijk nooit een beslissing op. Als die heel slecht is, dan is het niet zozeer dat ik denk: ah, dit is uh, de grens, nou moet ik uh, iets doen. Um, en eigenlijk blijven, zijn mijn um, beslissingen eigenlijk uh, de belangrijkste zijn die subjectieve commentaren van de, uh, van de sporter. Als die, als die echt gewoon zegt dat hij moe is, dan is hij gewoon moe. Weet je, en als die, dan kun je ook wel moe zijn in je hoofd van een zware dag. Dat kan ook. En eh, dan heb ik meer zeg maar, een stelregel. Ga gewoon beginnen aan de training. Als het na 15 minuten nog steeds echt zwaar is en super moe is, draai dan maar om en ga maar lekker rusten. En soms eh, eh, verdwijnt het dan. En dan is het niet zozeer die fysieke vermoeidheid die er is, maar dan was het puur de mentale vermoeidheid van de dag bijvoorbeeld. Uh, dus dan kun je die training wel doen. Maar als iemand echt al uh, heel veel vermoeidheid, uh, over heel veel vermoeidheid klaagt, en zeker ook als er veel zware training of wedstrijden zijn geweest, ja, uh, dan luister ik daarna en dan, dan ga ik echt skippen in het trainingsprogramma en dan ga ik dingen weghalen en eventueel rustdag invoeren, actief rustig, uh, een, een uurtje fietsen alleen maar rustig. Uh, dus dan grijp ik daarin. Ja, laat jij dan je atleten uh, elke dag sturen, zij eigenlijk bijvoorbeeld ochtends ook al een klein uh, lijstje op. van uh, hoe ze geslapen hebben en of ze zin hebben om te trainen. Of gaat ja. het eigenlijk gepaard gewoon als zij hun training hebben gedaan, na afloop vullen ze wat bij de commentaren wat extra in. Of heb je het inderdaad strak in de gaten? Dus ook op dagen waarop misschien niet eens getraind wordt, dat je het al, uh, al weet van ah, de volgende training ga ik rustig uh, aanpakken. Ja, veel atleten, uh, hoe serieuzer de atleet eigenlijk met al zijn zaken bezig is, met zich, uh, en zijn prestatie uh, en ook zijn herstel, um, hoe meer ze invullen. En in, 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 in trainingpeaks kun je al kun je bij de metrics een aantal dingen laten aanvinken. En um, ja, dat, dat is stress en, en stijfheid en, en, en nou ja, zin om te trainen en eetlust en hoe je je voelt, et cetera, die dingen. En als je daar eentje bijvoorbeeld aanvinkt die heel laag scoort. Dan weet het systeem van, oh, dan komt er eigenlijk een soort ro rood stoplichtje bij mij binnen. Van hé, hey, er heeft iemand iets slecht gescoord. En het kan best zijn dat je dan een keer slecht geslapen hebt omdat dat je daaronder zit. Maar dat zijn zeg maar, nou ja, belletjes die dan kunnen rinkelen. En daar doe ik iets mee of niet op dat moment. Als iemand dan ook nog klaagt van pff, ik voel me heel slecht en, en, en dit is niet normaal, ja, dan, doe, dan ga ik er wel op ingrijpen. Dus het is echt wel um, een, een actiereactie. Wat, wat het, als de atleet mij iets aangeeft wat niet goed is in mijn ogen, dan ga ik daarop reageren. Ja. En doe je nog dingen, Guido, om te zorgen... Ik stel jou deze vraag vaker en misschien is het te veel projectie. Maar ik kan me voorstellen, als ik uiteindelijk kies om te durven gaan trainen met een coach als Guido Vroemen, dan ben ik super gemotiveerd. Dat zeg jij ook altijd. Ja. Hè? Ik werk alleen met atleten die het beste uit zichzelf willen halen. Dan ja. uh, wil ik jou natuurlijk ook niet teleurstellen. Dus dan ja. ontstaat natuurlijk ook een soort mentaal proces dat ik ja. tegen mezelf zeg: niet piepen, weet je wel, knallen. Hoe, ja. hoe haal je die ruis eruit? Klopt. Nou ja, dat is eigenlijk een, een heel belangrijk deel, want dat, dat is ook iets wat ik in het gesprek ook, wat je in het begin hebt, of, of in de loop van de, de, de opstart van je trainingsbegeleiding, van dat je nou ja, eerlijk gewoon naar mij toe moet zijn en naar elkaar moeten we eerlijk zijn. Want het heeft, namelijk, het heeft voor niemand voordeel als je, gaat, als je je groot gaat houden. Want het gaat er namelijk om dat ik weet hoe jij je voelt en hoe het gaat met je. En je hoeft je niet groot te maken of groot te houden voor mij. En dat je denkt, ja, dat kan ik wel. Dan moet ik niet gaan piepen voor hem. Want dan denkt hij van dat ik echt helemaal niks kan. Dat, dat is namelijk, dan kan ik je niet goed helpen. Dat is het eigenlijk. Hè? Weet je, als jij mij eerlijk vertelt van dat je je heel slecht voelt. En daar heb ik wat aan. Dat is voor mij de meest ja, belangrijke informatie. Zo moet je met elkaar, eigenlijk zo kun je elkaar het beste helpen. Hè. Het, is, het is niet een, een systeem zoals ik werk, zeg maar dat uh, je moet maar doen wat ik doe of wat ik zeg um, en dat is het beste. Nee, het gaat erom dat we elkaar samen helpen, zodat hè, ik met mijn kennis en jij met jouw performance dat het hoogste komt. Dit is nu, besef ik me natuurlijk ook wel een gevaar. En, en laat ik ook, uh, volgens mij moet ik twee dingen zeggen. Eén, Guido Vroemen sponsort deze podcast niet. Tegelijkertijd snap ik ook dat dit niet voor iedereen weggelegd is. Dus uh, dat is misschien ook wel het gevaar als je natuurlijk met, met schema's, hè, internetschema's aan de slag gaat. Die laten geen ruimte voor dit eerlijke gesprek en het bijsturen. Nee. Uh, dus dan is het risico natuurlijk nog groter dat je denkt: ja, het schema zegt dat ik dit moet doen, ik moet door. Ja. Dus ik zit meer te zoeken, dat is misschien dan een les voor onze amateurluisteraars: dat je ook het schema moet durven loslaten. Ja, 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 ja. en dat is vaak voor hè, het type persoon. Als je he hele, um, um, of mensen hebt die echt gewoon taakgericht zijn en die willen ook die taak altijd volbrengen. Ja, die zijn heel, nou ja, bij, bij, die hebben een groter risico bij het volgen van een schema van internet, dat ze zichzelf in de vernieling of, ja, weet je, in de overtraining duwen. Omdat ze gewoon altijd denken, ja, weet je, dit schema staat er en ik moet dat uitvoeren, punt. Ja. Ik, ik was eigenlijk benieuwd over de, de, de tijdspannen waarin je kan gaan ingrijpen. Wij, als je gewoon de... de de klassieke tekstboeken of op websites. Dan heb je het altijd natuurlijk. Je hebt meestal over die trainingscycli van ongeveer zes weken, hè? worden vaak aangenomen, toch? Dan in die ja. zes weken hoop jij een bepaald trainingseffect te bewerkstelligen. En toen hadden we het, had ik met Gerrit al een beetje in de inleiding over van ja, je hebt dan. Je kan de pech hebben van dat uh, overreach, dat het non-functional overreach je leest. Na zes weken ben je toch niks opgeschoten, helaas. Ja, dikke pech. Um, de, ga jij ingrijpen eigenlijk pas na twee, drie weken? Als jij daar voelt. Of het gebeurt al eerder dat je soms al na, nou bijvoorbeeld, ineens na een dag zegt: hé, hey, morgen skippen we gewoon die training. Dat gebeurt misschien al in de tweede week, want dit dreigt al mis te gaan. Of durf jij best wel ja, een, een periode van twee, drie weken gewoon een af te overreach wachten? overreach te laten ja. gebeuren, ja. Ben je, ben je bang voor die overreaching, nee. inderdaad? Of denk je, nou, dat, is, dat kan geen kwaad. Zolang je maar wegblijft van de echte overtraining, Nou, is er altijd voldoende tijd om te herstellen. Ja, ja, nee, die laatste, weet je, ik uh, ben zeker niet bang uh, om mensen wat verder te duwen en ook wat lang, uh, een week even nog extra erbij te doen, ook al uh, denk ik, pff, uh, het is zwaar en zo, um, als het niet goed herstelt na zo'n week, wat, wat, ik, wat ik anders wel zou verwachten, dat het wel zou goed gaan en het gebeurt toch niet... Dan haal ik daarna gewoon een week, ga ik het op de helft van wat we deden doen. Dan zet ik alles, zeg maar, simpel gezegd op 50%. Dus dan heb je een hele relaxte week. En dan herstelt het wel. Want dan ben je zo snel erbij, dan gaat het echt niet zo ver, zeg maar, dat hij in die overtraining. Die overtraining ben je echt maanden mee bezig op dezelfde manier met overbelasten. Is dat dan ook. Uh, ik zit ook weer voortdurend te zoeken naar tips voor amateurs. Ik, uh, ik heb één periode gehad in die afgelopen jaren. dat ik ook eens actief ben. zeg je, <laughs> wat, een, wat een rijke historie. Maar op een gegeven moment uh, zou, zou er sprake van zijn. dat ik in 2019 mee mocht doen. aan de tweede divisie van de triathlon. Wie kan dat verzinnen? Maar goed, daar ging ik ook. Keihard voor trainen. Helemaal los. Volume, snelheid, intensiteit. Alles omhoog. Alles. En inderdaad, die grafiekjes in Training Peaks. Hè? Uh, vermoeidheid door het dak. Die kwam maar niet omlaag. Nou, fitness ging wel mee. En uh, op een gegeven moment, toen die vermoeidheidsgrafiek op een punt was waar ik hem nog nooit had gezien, dat ik niet wist dat hij zo hoog kon. Uh, ik vertel wel eens vaak in deze podcast: ik heb ook een soort moedtrekker. Dus ik hou een beetje mijn stemming bij eind van de dag. En toen zag ik inderdaad op mijn stemming direct effect. Ik werd gewoon bloedzagreinig die weken. Uh, en ik had natuurlijk wel eens geleerd en gehoord: die dingen hangen aan elkaar. Is dat dan. Voor, uh, nee, mijn vraag is dus: zo'n herstelweek. Is dat voor mij in zo'n geval ook voldoende? Dus als ik het dan herken, denk ik: Oké, okay, doe maar eens even een week, even helemaal niks. Dan, dan, dan ben je. Is dat de juiste manier om bij te sturen? Dat zou ik maar vragen vraag aan je. Eh, voor heel veel mensen wel, ja. Ik denk zeker eh, 90-95 procent van de gevallen die. Eh, als je dat zou doen, een, echt een herstelweek waarop je gewoon eh, de helft doet eh, van eh, wat je normaal doet, dan herstelt het. Tenzij je, weet je, tenzij je andere... Dat, hebben we wel, dat, dat kijk ik dan in de praktijk wel. Eens. Als dat niet gebeurt, dan is er dus meer aan de hand. En, en dan kan er ook wel sprake zijn, misschien ben je ook niet overtraind, maar heb je wel een, een bloedarmoede. Ik Noem maar een, een zijstraat. Hè? Dat kan natuurlijk ook, daar kan ook gewoon een fysieke uh, oorzaak uh, aan ten grondslag liggen. Ja. Dan, uh, zou, dan moet je daar, als je dan, ondanks dat je denkt, ja, ik heb nu een hele week niks gedaan, ik ben nog, het schiet nog steeds niet op, ik ben nog steeds helemaal verrot. Vitamine D, denk ik dan uh. aan. <laughs> Dat nou ja. zou het zomaar ook kunnen zijn. Ja. Ja. Ja, potje even uh, lezen. Ja, goed geleerd, ja. Ja, goed onthouden. Nou ja, ik, ja, ik wil uh... nog één hoekje in. Toch ja? even, ja. omdat het uh, belangrijk is. Jij noemde het net al even over uh, Relative Efficiency Deficiency oh, ja. Syndrome bij vrouwen. En uh, een jaar geleden, 2020, 2019, uh, Yvonne van uh, Flerken doorbrak een lans door bespreekbaar te maken dat veel vrouwen in de topsport inderdaad niet menstrueren als signaal van dat het eigenlijk veel te diep gaat. Uh, heel lekker ongemakkelijk hier met drie uh, witte mannen om het daar over te hebben. Maar ik ben toch even benieuwd, Guido, is dat... En ik zit te denken, we hebben dit wel eens eerder met jou yeah. besproken. Maar is, de, is dat een onderwerp tussen jou en je coachies? Of let jij daar op? Of, of is ja, ja. dat inderdaad een taboe? Nee, nee, nee. Dat, is, uh, dat hou ik echt wel uh, in de gaten. Ik heb, uh, uh, ik heb ook een aantal dames. En er zijn ook wel een aantal dames die echt wel hoog, uh, op, op hoog niveau sporten. Um, en ik hou wel in de gaten of dat, um, of dat gewoon um, regelmatig blijft terugkomen. Ja. Um, en of het wel of geen invloed heeft op je prestatie. He, weet je, dat, dat is ja, maar daar komen we nu ook steeds uit. meer inzicht in. Hè? Dat is een hele andere podcast. Maar dat inderdaad ja, nou. de, de cyclus ook uh, invloed heeft op welke prestaties je kan leveren. Ja, maar niet bij iedereen. Want ik heb wel een aantal vrouwen. en de ene die interesseert het werkelijk helemaal niks. en die presteert toch gewoon heel goed. Ook al uh, is het net uh, in die menstruatieperiode. Uh, terwijl de andere dat helemaal niet kan. Dus daar zit ook wel een groot verschil in. Um, maar het is wel belangrijk, zeg maar, om ze gezond te houden. He, menstruatie is, is, wel een, uh, is wel iets wat, um, nou ja, wat, wat hoort bij een gezond lichaam. En als je dat heel lang niet meer hebt, dan is er waarschijnlijk ergens, nou ja, een energietekort voor om gewoon een goede menstruatie te hebben. Want het lichaam gaat een soort spaarstand in. En als je, je daar naartoe gaat, dan moet je niet jaren en jaren op die manier denken van ja. Eh, dat, dat hoort er nou eenmaal bij, weet je? Dat, dat, dat is nou eenmaal zo en eh, dat komt omdat ik gewoon hard train. Als je, je nou, als je, wat dat, dat red S, dat, dat energie-deficient eh, eh, syndroom, relatief gezien dan, hè, dus je, je traint eigenlijk meer calorieën eruit dan dat je het inneemt weer via je voeding om het goed te herstellen. Als je dat heel lang eh, blijft volhouden, dan gaan er een aantal processen die krijgen gewoon te weinig energie. En dan, dan krijg je dan gaat het daar haperen. En dat gaat wel lange tijd goed. Dat zie je wel vaker in de sport gebeuren zo. Maar dat, dat is niet de juiste manier om dat maar altijd zo door te laten gaan. Dus dat hou ik eigenlijk altijd wel bij. Ja. En, en dus dat, dat is voor dames is dat uh, op die manier natuurlijk. Maar voor mannen, zei ik al tegen Gerrit, ja, is het ja, ja. ook wel benoemd in studies duidelijk. Vandaar ja, dat het vroeg, vroeger volgens mij puur gericht was op, op dames. Hè? De, de, de it. Maar welke, is, toch even dan, jongens, welke klachten kan ik als man verwachten? In dat je, weer, volgens mij lusteloosheid, allerlei hormoons, ja, minder testosteron met name, uh, ja, slecht slapen, die hoek en afvallen, toch? Dat, dat, ja, dat ja, 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 ja. Je, het is inderdaad... Ja, je, je moet het gewoon dan vergelijken met het overtraindheidssyndroom. He, je wordt geprikkeld en je, je probeert nog te veel geforceerd vaak af te vallen... terwijl dat eigenlijk al bijna niet meer kan. Dan denk ik, ja, he, weet je, in de gewichtssporten zoals eh, wat wielrennen natuurlijk ook is... en hardlopen, dat je denkt, ja, er moet nog eigenlijk wel één of twee kilootjes af... want ja dat mis ik dan toch nog net... Terwijl het daar helemaal niet in zit, want als je dat gaat doen, dan word je gewoon slechter. En dan, word je, dan ga je gewoon minder goed presteren, je herstelt niet meer. En dan krijg je dat, dat soort klachten: dat je gewoon uh, um, je prestaties achteruit gaan, waardoor je ook weer extra uh, slechte um, uh, gemoedsrust krijgt, geprikkeld raakt. Maar je denkt, ja jeetje, het gaat nog slechter. En ja, dat zijn de, de kenmerken daarbij. Ja. En doordat jij net het woord syndroom gebruikt, ook voor overtraindheid, snap ik nu ook beter het verschil. Want, dus, overtraindheid gaat veel meer over inspanning en te weinig rust, niet kunnen herstellen. Terwijl dat uh, relatieve efficiëntie-syndroom veel meer gaat over de intake van energie en uh, structureel te veel uitgeven. En daar, daar, daar is, zijn dat eigenlijk verschillende dingen met misschien vergelijkbare effecten. En allebei te maken met te fanatiek met je sport bezig zijn. Ja, ja, ja. En... Het belangrijke bij dat relatieve energietekort is het gewoon dat je um, ja, te weinig calorieën intake hebt. Hè? Slecht voor jezelf zorgt na de, na de trainingen. Hè? Die trainingen doe je nog steeds goed en, en je hebt op, ondertussen wel redelijk wat, vaak wat uh, reserves. Um, maar um, die moet je dan na de trainingen steeds wel voldoende bijvullen. Om goed te herstellen en de volgende dag ook weer goed te kunnen trainen. Ja, en ik dat begin, te, maar... begin te lachen Guido. Want pas op, hè, we moeten er goed bij zeggen. Dit speelt in de topsport. Ja. Voordat al onze iets te rondbuikige amateurs denken. Nou, ik heb goed gefietst. En Guido zei, ik moet het even goed aanvullen. Ik zie mezelf al zitten met een stukje taart. Ja, maar het is toch denk ik het misverstand nog steeds. Wat we wel vaker roepen van mensen die denken van. Oh, ik moet wat kilo's kwijtraken. En oh, ik ga, ik ga sporten. Ja. of meer sporten of noem ja. maar op. Maar ook die andere kant. Oh, ja. ik heb een rondje gewielrennen. Doe mij maar een stuk ja. appeltaart met slagroom... want ik heb het wel verdiend. Dat is maar dat geeft dus aan dat een belangrijke marker... nou dit, dit is natuurlijk onderdeel, denk ik... van het subjectieve gevoel van... nou, zin om te trainen, goed geslapen, noem maar op... is daarbij eigenlijk ook van... dus de voedingsinname of de energieinname... Ja, hou je, ja, laat je dat dan die atleten ook bijhouden van uh, tot uh, ja, ja. hoeveel calorieën ze per dag dan innemen of per week? Ja, ik heb er een aantal die doe ik samen met een uh, um, sportdietist. Met Rob van der Werf uh, werk ik veel samen. Uh, zelf ook fanatiek mountainbiker en zo. En um, een aantal doe ik dan eigenlijk samen met hem. Uh, hou ik die um, nou ja, een beetje zo in, in, onder controle. Um, hij doet dan echt puur de voedingsintake uh, en, en kijkt daarnaar um, en, en dan kan ik de trainingen en alle andere zaken eromheen. Zodat hij nou ja, in ieder geval in de gaten houdt. Van als zij te weinig in te weinig gaan eten na de training en tijdens de trainingen. Dat hij daar denkt, hij wacht. Daar, kan ik, dat, daar moet meer bij. En dan, dan, weet je, dan kun je ook gewoon aan zeggen van hij ziet wat ik plan in, in het, uh, uh, voor die dag of voor die week. En dan kan hij zien van ja, dan moet je dus zoveel eten in die training. En dat moet je dus meenemen. Ja, helder. Ja. Mooi. We raken langzaam de breedte in. Guido, slotvraag: Is er nog een belangrijke tip of iets wat je wil meegeven op het thema overtraining in deze aflevering? Ja, dat is belangrijk dat je eigenlijk je herstel altijd goed in de gaten houdt. Meestal kijken alleen maar: ja, heb je hard getraind? He, keihard trainen kunnen we allemaal en afzien. Um, maar vaak wordt er dan niet meer hard hersteld. He, want dat wordt, denk ik, ja, ik moet nu weer werken. Uh, we zijn geen profsporters. En uh, dat komt dan later wel. Of ik doe het s avonds laat. En dat slapen doe ik dan wel een uurtje korter. Of s ochtends vroeg hetzelfde, eerder opstaan. Dat wordt altijd geknipt in het herstel. Ja. Kom ik toch weer terug wat ik ooit aan het begin aflevering 2 al zei. We delen alles hè, op Strava of op al die platformen. Van, van hoeveel we trainen met Hoeveel we inspannen. Hoeveel we fietsen. Lopen. Maar nooit van hoeveel we herstellen. Hoeveel we rusten. Precies. Ja, dat is de white space op de Strava-timeline. Gaan we doen. Dankjewel, Guido. Ik uh, richt me even tot uh, jou, luisteraar of kijker. Ik ben benieuwd. Over training. We zeiden al: het is een groot onderwerp. Misschien zeggen we wel: nou, ik weet nu wel genoeg van. Goed slapen en niet beknippelen op mijn rust. Maar ik kan me ook voorstellen dat je nog wel wat vragen hebt. Of de diepte in wil. Of misschien wel jouw eigen verhaal wil delen. Over hoe jij ooit overtraind bent geraakt. Of net niet. Of net wel. Of hoe jij dat in de gaten houdt. Dat kan via vele wegen. Bijvoorbeeld op uh, Twitter en Instagram. Zijn we te vinden als de Ad slimmer podcast van iedere aflevering, en dus ook van deze, staat daar een post waar je op kan reageren en die je kan delen met mensen voor wie deze aflevering ook interessant is. We hebben ook een website www.slimmerpodcast.nl. Dan vind je een unieke pagina van iedere aflevering, en zo ook van deze. Die je ook goed door kan sturen naar mensen voor wie die interessant is. Maar dan kun je ook reageren, vinden we leuk. En als je zegt, nou, ik ben niet zo'n publiek figuur, dan kun je natuurlijk ook even mailen naar post.slimmerpodcast.nl Dan vinden we hartstikke leuk om van jouw anekdotes te lezen. Jouw vragen spelen we door naar Guido. En als we genoeg vragen hebben, maken we er een nieuwe aflevering van. Dankjewel Guido voor deze week Jurgen. Ja. Bedankt. Tot volgende week. Tot volgende week.